Test, 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 test. Ja. Nou, welkom allemaal, iedereen die vandaag is gekomen. Ik heb wat leuks voor jullie. Je mag later, en dat is iedereen, een waterflesje meenemen. Dat is door de GGD gegeven. Want die geloven dat het een keer warm gaat worden in Nederland. Ja, dus neem gerust een waterflesje mee en zo een foldertje over als het strakjes heel heet is, hoe je je moet gedragen. Amen. Ik was daar achterin aan het wachten en ik zag een heerlijke regenbui nog over ons heen komen. Maar gelukkig zijn wij hier binnen. Dus neem gerust zo een waterflesje mee. Voor de mannen heb ik iets speciaals meegenomen. Want je weet het, de liefde van een man gaat er door de... Yes. Dus het is Vaderdag. Dus ik heb voor jullie een cupcakeje. Dus alleen voor de mannen en de jongens, die mogen ook één nemen. Die mogen zo een cupcake meenemen. Voor de vrouwen kost het 1 euro. En het is een cupcake XL, want het is Vaderdag. Dus ik neem deze, omdat ik ze zag. En hoe heet het? In de Bijbel staat, in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen. Ja. En dat is niet iets wat de Heer bedoeld had. Het is pas nadat Adam naar zijn vrouw had geluisterd en hij samen met haar van de verboden vrucht heeft gegeten, dat dat eigenlijk kwam, dat hij moest zwoegen om de aarde vrucht te laten geven. Omdat er doornen en distels zouden komen. Dus in het zweet des aanschijns zult u uw brood verdienen. Dus ik dacht voor de mannen, dit kan je gewoon gratis meenemen. Heb je toch nog even een beetje idee van hoe het in de hemel straks is. Dan hoef je niet meer zo te zwoegen. Dus dat is fijn om te weten, toch? En daar gaat mijn eigenlijk boodschap vandaag over. Ik heb het eigenlijk bij de Baptisten ook gedaan. Alleen doe ik het vandaag hier op een andere manier. Dus de mensen die trouw luisteren naar de livestream van de Baptistengemeente Scheveningen, je gaat hetzelfde horen, maar toch anders. Dus dat is wel mooi om te weten. En ik ga een tekst voorlezen. En ik heb expres niks op PowerPoint gezet, omdat ik de Heilige Geest gewoon laat leiden welke teksten ik behandel en voorlees. En ik ga wat strakjes voorlezen uit Matteüs 6. En je weet het, in Matteüs 6 staat er iets heel belangrijks, namelijk het... Precies, het Onze Vader. Ja? En daarna, na het Onze Vader, geeft de Heer ook nog wat meer tips. En dan komt strakjes het verhaal waarover ik het ga hebben. En dat is heel interessant. Maar voordat ik dat zeg, wil iemand nog een getuigenis geven? Dat je zegt van, ik heb iets heel leuks meegemaakt, wat ik graag wil vertellen. Niemand, niemand, niemand. Eenmaal, andermaal, verkocht. Nou, ik kan nog iets vertellen. Ik heb gisteren met de jeugd van Scheveningen en Laak, kleine jeugdgroepje, hebben we gewandeld in Meijendel. En ik moet het toegeven, dat was veel te zwaar voor mij. Meer dan 15 kilometer hebben we gewandeld. En ik heb kleine voetstapjes, dus voor mij was het meer dan 15 kilometer. Voor de jongeren was het misschien 14 of 13,5. Maar met mijn kleine stapjes denkt Google Fit dat ik heel veel gelopen heb. En ik voel het nog steeds hier aan mijn bovenbenen. Nou ja, het voordeel daarvan is dat je weet dat je daar spieren hebt. Dus dat is ook mooi om te weten. Maar het was wel leuk, want ik heb daardoor wel inspiratie gekregen om vandaag hier wat te vertellen. Tijdens de jeugdwandeling hebben we namelijk ook wat opdrachten gehad. En gingen we ook praten over vogels, over dieren en over planten. En ik ga wat daarover vertellen, wat ik bij de jeugd daar ook verteld heb. Maar ik ga eerst voorlezen Matteüs 6, vanaf vers 26. Daar staat namelijk, kijk naar de vogels... Oh nee, ik ga nog ietsje eerder lezen, vanaf vers 25. Wees niet bezorgd over uw leven. Wie is bezorgd in dit leven? Over je leven. Af en toe, ja.
De Bijbel zegt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten, over wat u drinken zult. Dat is wel het leven, hè? Als je leeft, moet je eten en moet je drinken. En als je dat niet hebt, dan is er wel een reden tot bezorgdheid, zou ik zeggen. Ja, toch? Dus wees niet bezorgd, staat er in de Bijbel, over je leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Nou, als je griep hebt, of als je ziek bent, of als je, noem maar op, ook weer een reden om bezorgd te zijn. Maar toch zegt Jezus, ook niet over je lichaam. Namelijk, waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan kleding. Ja, Jezus zegt, is het leven niet meer dan voedsel, en het lichaam niet meer dan kleding. Wat denk je wat hij het over heeft? Waarom zegt Jezus, het leven is niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding. Waar denkt Jezus dan aan? Heeft iemand een idee? Geestelijk, ja. Geestelijk en toch zo reëel. Jezus heeft het namelijk over de eeuwigheid. Hij heeft het namelijk over de eeuwigheid en dat die eeuwigheid, daar draait het om. Hij wil namelijk dat je strakjes met hem in het vaderhuis bent. Dat je met hem deel kan hebben aan de brood en aan de wijn. Aan die tafel die hij voor jou heeft klaargemaakt. En dan zegt Jezus, om de mensen een beetje te bemoedigen, zegt hij, kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Jezus geeft een voorbeeld in de natuur van vogels die niet zaaien en maaien, maar ze hebben toch genoeg te eten zonder dat ze daar al te veel moeite hoeven doen. Wij hebben sinds kort, dankzij Daniel, een vijver. En we hadden, tot kort, hadden we niet alleen een vijver, maar hadden we ook visjes erin. Maar ja, we hadden ook een reiger in de buurt. Dus, ja. Dus, we hebben nu wel wat maatregelen genomen, maar we hebben nu geen vissen meer in. Dus eigenlijk te laat, maar... Ja, die reiger denkt, makkelijk hapje. Snap je? En aangezien ik geen viswinkel wil zijn voor de reiger, gaan we dat beschermen. Maar die vogels, ja, die zitten gewoon rond te kijken. En denken, oh, lekker eten, hebben ze klaar. Hebben ze het niet? Nou, er gaat best wel wat komen. Ze maken zich geen zorgen. Het komt wel. Wij mensen hebben wel een andere focus vaak. Dat we ons zorgen maken. En dan gaan we verder lezen. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn 1 L aan zijn lengte toevoegen? Ik heb het geprobeerd. Volgens mij ben ik kleiner geworden. Want in de Bijbel staat eigenlijk, gaat gij gebukt onder zorg en schuld. Nou, gebukt is dat je een stukje kleiner wordt. Dat is weer een ander verhaal. Dat is weer een ander probleem. Huh? Ik heb toch niet de inspiratie van mij gekregen. Nee. Nee. Maar dat is het wel, hè. Je kan geen L toevoegen aan je lengte door je heel erg zorgen te maken. Dat je gaat zeggen, oh, wat maak ik me zorgen? Oh, wat maak ik me zorgen? En dan ga je daarna even meten. En dan denk je, oh, weer niks gebeurd. Hè? Dus, hij zegt, wat bent u bezorgd over uw kleding? Kijk hoe mooie kleding ik aan heb. Hè? Kijk naar de lelies in het veld. Hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Sommige mensen denken, hé, wat is het geheim van die lelies?
Hè? Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Hier hebben we met de jeugd over gesproken. Over. En ik hoop dat ik het met alle jeugd erover gesproken heb. Ja, hè? Ja, gelukkig. Ja. Met de jeugd erover gesproken tijdens het wandelen. En we hadden het op een gegeven moment over die lelie. Iemand was een bijbeltekst gevonden. En dan denk je van, hey, wat bedoelt God daarbij met die lelie? Hij zegt dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. En dan geeft u wel een voorbeeld, hè, Salomo. Salomo was Mr. Hip in zijn tijd. Hij was Mr. Rijk in zijn tijd. Hij was de rijkste, de wijste, de slimste en de best geklede persoon in zijn tijd. Als hij een diamanten bril op... Oh, ze hadden geen brillen toen, hè? Als hij een diamanten ketting op wilde hebben, dan had hij een diamanten ketting op. Als hij een heerlijke kleed aan wilde trekken van 100% zijde, dan had hij het. Hij kon zich kleden en mensen konden zeggen, wauw, wat mooi. Wat is hij geweldig. Hè? En Jezus zegt, en Jezus is het begin en het einde, dus hij kent Salomo. Hij zegt, hey, zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid was niet gekleed als een van deze. En dan had hij het over de lelie. Wauw. Maar waarom was die lelie dan zoveel mooier gekleed volgens Jezus dan Salomo? Heeft iemand een idee? De heerlijkheid van God. Ja, ja en... De lelie is puur natuur. Ja. Nou ja, moest Salomo dan puur natuur lopen? Nee, oh, gelukkig. Ja. Hè? Hè? Gekleurd, of, nou, al die kleuren. Maar, ja, maar hij had, ja. Ja. Er is voor alles wat te zeggen waar ik je dus geen ongelijk kan geven. Maar weet je wat het mooie is van die lelie? De schoonheid van de lelie. Die mooie kleuren van die lelie, die geweldige geur van die lelie, kwam van binnenuit. Kwam van binnenuit. Salomo moest kopen. Salomo moest het van buiten hebben om zich zo mooi te bekleden. Maar van die lelie kwam de schoonheid van God van binnenuit. Zo was het met de mens ook bedoeld, hè? Want in Genesis... Toen God zei, in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen. Was het op een gegeven moment, doordat de mens gezondigd had, zag de mens ineens, ik ben naakt. Daarvoor niet. Er staat niet in de Bijbel dat ze geweldige kleding aan hebben. Maar pas na de zonde, nadat ze van de vrucht hadden gegeten van kennis goed en kwaad, zag de mens, ik ben naakt. En de mens probeert het altijd zelf op te lossen. En ze begonnen zich met planten, bladeren te bekleden om zich te beschermen en een beetje te verhullen. Maar toen God eigenlijk de mens oordeelde en vertelde wat het resultaat was van de zonde, toen deed hij iets bijzonders daarna. Want God houdt van de mens. Daarna lees je... Moet je een keer lezen, Genesis 3. Bedekte hij de mens met dierenvellen. Want God wil de mens zelf bekleden. En er heeft bloed gevloeid. Want ja, een dierenvel gaat niet zomaar van een dier af. Er heeft bloed gevloeid om de mens te bekleden. Zodat de mens verder kon gaan. En dat was een beeld van Jezus, dat zijn bloed heeft gevloeid voor jou en voor mij, zodat wij verder kunnen gaan.
En dat is het mooiste kleed wat je aan kan hebben. Het kleed van Jezus. Het kleed van Jezus om aan te trekken. En als je dat kleed aan hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken. En toch maken we ons zorgen. Inclusief ik. Vorige week had ik een laserbehandeling met mijn oog. En ik heb me echt, ik wist het weken van tevoren dat het er was. Ik heb me eigenlijk geen seconde zorgen gemaakt door er gewoon niet aan te denken. Er zijn genoeg andere dingen te doen, dus noem maar op. En alleen op de dag zelf, toen dacht ik, oeps, het is nu wel erg dichtbij. Heer, help. Maar al die dagen daarvoor heb ik me geen zorgen gemaakt. Dus ik ben met een goede training bezig. Hè? Want als ik me al een week geleden zorgen had gemaakt, had het niet geholpen. Alleen maar meer stress. Dus ik begin het al een beetje te leren. Maar toch maken we ons zorgen. En de ene persoon meer dan de ander. Ja, toch? Is het dan verkeerd om bang te zijn, om je zorgen te maken, om angst te hebben? Nee. In zoverre, ik kan wel zeggen ja, maar we hebben het allemaal. We hebben het allemaal. We zijn allemaal wel bezorgd, angstig. Hoe gaat het nu verder? Hoe moet het leven nu doorgaan? In Jesaja 41 vers 10, daar staat, wees niet bevreesd. Want ik ben met u. Wees niet bevreesd, staat er. Want ik ben met u. Wees niet verschrikt. Maar ik ben uw God. Ik sterk u. Ik help u, ik ondersteun u met mijn rechterhand. Dat zegt God, die gerechtigheid werkt. Deze tekst zegt eigenlijk weer, ik ga even de GGD-water uitproberen. Deze tekst zegt weer, wees niet bevreesd. In een andere vertaling staat er, wees niet bang. Wees niet bevreesd. En dan denk je bij jezelf, ja, maar ik ben toch bevreesd, ik ben toch bang. Heer, vergeef me, ja, ik doe het niet goed. Je doet het wel goed. Maar ga er wel op de juiste manier mee om. Ik heb wel eens mensen die zeggen van, ik ben bang. En dan denk ik, oh, dan ben je geen goede christen dat je bang bent. Helemaal niet. Helemaal niet. Het is logisch. Maar er is iets wat je kracht geeft en wat je doet overwinnen. Je kan lezen, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Dat je zegt van, ja, heer, sorry, u bent met me, maar ik ben toch bang. Maar je moet de tekst anders gaan bekijken. De Heer zegt daar, ik ben met je, daarom hoef je niet bang te zijn. Dat betekent dus dat je wel bang was, dat je bang bent, maar die zegt, maar als je bang bent, ben ik met je. Hey. Dus als ik bang ben, is God met me. Wauw. Er staat, ik ben uw God. Oh, daarom hoef ik niet verschrikt te zijn. Je krijgt heel slecht nieuws. Nou, daar kan je heel verschrikt van raken. Kan je angstig van worden. Maar er staat in de Bijbel, ik ben je God. Voordat je het slechte nieuws hoorde, was ik je God. Nadat je het slechte nieuws hoorde, ben ik nog steeds je God. En daarom hoef je niet verschrikt te zijn. Dan kan je troost hebben. En dan staat er dan ook, ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u. Dat betekent, als ik het zo lees, als hij je sterkt, dat jij niet sterk was.
als hij je ondersteunt, dat je het nodig had. Anders hoef je niet ondersteund te worden. Ik zie iemand zo lopen en ik zeg, hey, zal ik je ondersteunen? Nee, iemand loopt zo en je zegt, zal ik je ondersteunen? Ja, toch? En dan staat er heel terloops met mijn rechterhand. Die rechterhand is de onoverwinnelijke hand van God. Amen. In de Bijbel is de rechterhand is een beeld van de onoverwinnelijke hand van God. Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Amen. En dat betekent dus dat je mag weten dat je overwinning hebt. In welke situatie je je ook bevindt, je zal overwinning hebben, je zal overwinning krijgen en je zal overwinning ontvangen. Jezus zei toen hij naar de hemel ging, dat hij ons de trooster zou geven. Weet je? En die trooster spreekt over de Heilige Geest. Wie van jullie wil de Heilige Geest krachtig in je leven hebben? Amen. Bij de baptistengemeente vroeg je het ook. Iedereen... Ik zeg, nou, ik denk dat je het wel zou willen. Jullie zijn echt van de amen. Maar als ik aan jullie vraag, wie wil problemen, moeite, geldnood, verrassingen die niet leuk zijn in zijn leven? Nee. Dan heb je ook geen trooster nodig. Toch? Die trooster heb je nodig om getroost te worden. Om hulp te krijgen. Ja. Want de trooster is degene die je ondersteunt en die je de woorden van de God in gedachten brengt op het moment dat je het moeilijk hebt. Op het moment dat je het lastig hebt. Op het moment dat je het niet meer ziet zitten. Het is niet slecht om angstig te zijn, om problemen te hebben, als je maar weet, juist op die momenten dat God met je is. Dat hij bij je is. In de Bijbel staat niet voor niets geschreven, als ik zwak ben, ben ik sterk. Pas als je zwak bent, als je durft te zeggen, ik ben zwak, kan de kracht van God eigenlijk datgene doen wat hij al lang had willen doen. Toen Gideon zei, God zei tegen Gideon, gij sterke held. En Gideon zat om zich heen te kijken en die dacht, wie bedoelt God eigenlijk? Hij zegt, mij? Tegen Mozes zei hij, jij gaat naar het volk en ga vertellen tegen Farao, laat mijn volk gaan. En Mozes dacht, hey, er is niemand, maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar als je zwak bent, dan ben je afhankelijk van God. Als je zwak bent, dan moet je op hem vertrouwen. Als je zwak bent, dan heb je hem nodig. Weet je, het is helemaal niet erg om tegen elkaar te zeggen, ik ben bang. Ik zie het niet zitten. Maar laten we elkaar bemoedigen. En laten we dan met z'n allen zeggen van de Heer gaat je ondersteunen en wij gaan ondersteunen. Daarvoor zijn we er. Want Gods geest is in ons. En daarom kunnen we overwinnen. We gaan niet tegen elkaar zeggen, nou joh, je bent toch kind van God, je hoeft niet bang te zijn. Raar. Nee, dat is helemaal niet raar, dat is normaal. Daarom is God er voor ons. Daarom is Jezus er voor ons. Daarom is de Heer er voor ons. Daarom zijn wij zwak en hij is sterk. Daarom moeten wij kleiner worden en hij moet meer worden. En dan is die tekst in Jesaja, wees niet bevreesd, want ik ben met u, is zo krachtig. Het woordje want, lees je in het Nederlands zo terloops, hè? Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Maar het woordje want in het Hebreeuws betekent eigenlijk een zekerheid. Betekent dat hij 100% zeker met je is. Dat hij er is. Dat het echt zo is. Geen misschien als ik het leuk vind of noem maar op. Hij is er. En dat moet je weten.
Want ik ben uw God, zegt hij daar. En met het woordje God wordt daar bedoeld Elohim. En Elohim begint eigenlijk, als je Elohim, het woordje Elohim, God, gaat zoeken in de Bijbel, begint het al in Genesis. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dus als hij zegt, wees niet verschrikt, ik ben uw God, dan zegt hij, ik ben die God die hemel en aarde heeft gemaakt. Ik ben die God die de planten heeft gemaakt, die de dieren heeft gemaakt, die de licht, de zon, de maan en de sterren heeft gemaakt. Ik ben die God. Wees niet verschrikt. Ik ben almachtig. Amen. Dat mag je vasthouden. Dat mag je weten. Dat zegt hij tegen je. Geweldig. Zo'n God hebben wij. Ik ga nog één tekst met je doornemen. Filippenzen 4, vers 6. Daar staat, trouwens, voor, ik lees nu een stukje, als je daarvoor leest, dan gaat het om dat je kan bidden. Maar in Filippenzen 4, vers 6 staat er, wees in geen ding bezorgd. Dan denk je van, oh, shamig. Ik heb verloren, ik ben wel bezorgd. Nee, de Bijbel vertelt dat omdat God weet dat je bezorgd bent. Maar dan zegt hij, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weet je? Deze tekst heeft te maken met bezorgdheid. Daar begint het mee. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat je verlangens. Dus die verlangens hebben niks te maken met de Ferrari die 150 cc kan rijden. Of met een zwembad van 6 meter in je tuin. Of met 2 vliegtuigen. Dan ga je zorgen maken hoe je die dingen moet onderhouden. Nee, je maakt je zorgen en je verlangt een oplossing voor die zorgen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Bidden, smeken, dankzegging. Als je echt een probleem hebt, als je echt een last hebt, dan ga je niet alleen bidden, je gaat ook smeken bij de Heer. Van Heer, help me. Maar er staat ook dankzegging. Weet je waarom? Omdat in de Bijbel staat, ik ben met je, wees niet bevreesd. Ik ben je God, wees niet verschrikt. Ik ondersteun je, ik help je, ik sterk je. En als je Filippenzen 6 leest, moet je ook Filippenzen 7 lezen. En in Filippenzen 6 staat eigenlijk, als je bezorgd bent, breng die verlangens van bezorgdheid bij de Heer. Met bidden en smeken. En Filippenzen 7 zegt, en ik zal alles doen wat je zegt. Nee, dat staat er niet. Ik zie het bij mezelf en sommige mensen kunnen het beamen. Soms bid je en smeek je tot God. En er gebeurt toch niet wat je had verlangd. En denk je, Heer, u hebt niet naar mij geluisterd. Maar weet je wat Filippenzen 7 zegt? Filippenzen 4 vers 7 vertelt. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Weet je, als je je zorgen maakt, als je problemen hebt en enzovoorts, 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 dan kan het je van God aftrekken. En God wil je juist in al die zorgen jouw vrede geven. Zodat je dicht bij hem bent en dicht bij hem blijft. Want het leven is meer dan het lichaam. En het leven is meer dan eten. Het leven is samen zijn met hem. Amen. En dat zegt Filippenzen 4 vers 7. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal je harten en gedachten bewaren in
Jezus Christus. En dat is wat je vast mag houden. Weet je, ben je in de zorgen, heb je een last, dan mag je weten dat hij bij je is. Het bewijs is dat hij bij je is. Ik ga twee voorbeelden geven. Mijn broer, Vijay, die gestorven is toen hij kanker had. Dat was voor de tweede keer, geloof ik. En toen had hij nog maar 3 maanden te leven volgens de doktoren. En hij vertelde mij zijn verhaal. Hij zegt, toen ik het hoorde, heeft hij urenlang in zijn eentje in zijn kamer gezeten met het raam open. Hij was net echt bekeerd. Hij was tot de Heer gekomen. Hij was al totaal veranderd. En dan hoort hij dit slechte nieuws. Want de duivel is een moordenaar. Maar weet je wat? Weet je wat hij zag? Er kwam een witte duif bij zijn raam. En die bleef al die uren dat hij daar was, was die duif er ook. En later zei hij tegen me, daar ben ik zo door getroost. Dan denk je, dat is toch raar. Zo'n witte duif door je raam, ik zou hem weg laten. Maar hij werd juist getroost door die duif. De vrede van God die alle begrip te boven gaat. Die had hij ontvangen. En hij zei tegen me, als ik nu sterf, weet ik waar ik naartoe ga. Vroeger was ik bang of ik in de hemel of in de hel of waar dan ook terecht zou komen. Maar nu weet ik, ik ben strakjes bij de Heer. Ik ben strakjes bij God. Dat is de vrede van God die je krijgt. Die niemand kan begrijpen hoe je dat kan volhouden zo. Ik ben op bezoek geweest bij broeder Giovanni. Jullie kennen, de meeste van jullie kennen hem dan tenminste. En ook hij heeft slecht nieuws gehoord. Maar ik heb hem gevraagd om een keer die getuigenis te geven. Dus ik zal niet alles vertellen. Maar zijn relatie met de Heer is dichter, sterker en krachtiger dan ooit. Want als je, niet dat hij niet bezorgd is of was. Dat hij een held is met alleen maar zonder zorgen. En ik heb van alles en ik ga dood. En helemaal niet. Maar hij krijgt zoveel kracht van God. Zoveel ondersteuning van de Heer. Zoveel hulp om het te doorstaan. Dat hij zegt, ik ben nog nooit zo dicht bij de Heer geweest als nu. De vrede van God die je ontvangt. Die alle begrip te boven gaat. Dus heb je het moeilijk? Heb je het lastig? Heb je het zwaar? Wees dan verzekerd dat hij met je is. Hij staat naast je, hij is bij je en hij is in je. Amen. En ik hoop dat je dat vandaag mee kan nemen. Naar huis. En niet alleen deze week met je meedraagt, maar dat je dit elke week tegen jezelf herhaalt. Als er een probleem komt, zeg je halleluja, God is met me. Hij gaat het met mij doorheen. Amen. En dat moet je doen. En dat moet je wezen. En wandel in het licht met Jezus. Amen. Amen. Nou, ik hoop dat je het een fijne boodschap hebt gevonden. Niet omdat het gewoon fijn is, maar omdat je erdoor bemoedigd bent. De kracht uithaalt, zodat je overwinning kan hebben. Zal ik voor jullie bidden? Ja? Heer, dank u hier voor uw boodschap. Dank u voor uw bemoediging. Dank u voor de kracht die u geeft. Heer, dank u dat u met alle zorgen die we hebben, dat u ons ondersteunt. En ik dank u, Heere God, dat uw Zoon, Jezus Christus, ook zo vol veel zorgen had in de weg dat hij naar het kruis moet gaan. Dat er in uw woord staat dat hij zelfs zweet bloedde. Maar dat hij gesterkt werd uit de hemel.
dat hij kracht ontving uit de hemel om de kruisweg te gaan, om ons te redden van de dood, om onze zonde op zich te nemen. Dat hij mocht opstaan om een plaats te bereiden bij de Vader, bij u. Heer, ik dank u ervoor dat we dat mogen vasthouden, dat u met ons leidt, dat u met ons strijdt, dat u bij ons bent, dat u ons ondersteunt, dat u ons helpt en dat u ons sterkt. En ik dank u ervoor dat uw Heilige Geest in ons is, om ons dat steeds weer te vertellen. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.